De Curaçao Toerisme Commissie CTC heeft vanmorgen haar Global Branding van Curaçao gelanceerd. Door de onthulling van een billboard aan de voet van de Weidenbosbrug. Volgens Janine De Wind, marketingmanager van CTC, is dit de nieuwe strategie voor 2018-2019 om de toeristenstroom vanuit Suriname te blijven behouden. U hoort ook Luello Grigori, secretaris-generaal van het ministerie van Economische Ontwikkeling van Curaçao. Hij zegt dat zijn ministerie met een plan is gekomen om toeristen 1 ticket, 2 destinaties aan te bieden in de toekomst, omdat de band die Suriname en Curaçao hebben sterk moet blijven. Nou, wij hebben een onderzoek gedaan. Ja, al 2 jaar zijn we ermee bezig met ook in Europa, Amerika, Zuid-Amerika. Aan de klanten gevraagd van wat maakt het, waarom kom je naar Curaçao? Dus een heel intensieve onderzoek. En het kwam eruit van de mensen willen Curaçao beleven. We hebben zoveel te bieden en we hebben iets voor iedereen. Dus voor elke religie, nationaliteit. En dat willen wij nu naar voren brengen van beleef het zelf, voel het zelf. Voel de ritme, dus er is iets voor iedereen. En heel belangrijk is dat wij zoveel te bieden hebben. Ja? En ook de kleuren hebben we ook anders gebruikt. We hebben, dus hier kan je zien de blauwe, want ja, we hebben de blauwe van de zee en de hemel. Maar die andere kleuren zijn ook van, hey, we willen anders zijn dan de andere eilanden op Curaçao. Dus daarom, kom en beleef het zelf, voel het zelf. Voel je ritme en dat is wat wij met een nieuwe branding naar buiten willen brengen. Eigenlijk hebben we nog 2 doelen met de stap die we nog vandaag hebben genomen. Dus het eerste doel is om inderdaad de naamsbekendheid van het eiland binnen de Surinaamse bevolking zeg maar, weer bewust of onder hun aandacht te brengen. Zeg maar. Met als doel dat je dan inderdaad meer toeristen vanuit Curaçao, Suriname naar Curaçao zou krijgen zeg maar, op korte termijn. Maar ons uiteindelijke doel is om in de toekomst zeker 1 ticket met 2 destinaties te verkopen. Dus in die zin dat we nou voor hopen dat wij zeker Curaçao zou kunnen promoten als bestemming van zand en zee en zon. En daarnaast dat we nou de binnenlands van Suriname zou kunnen promoten. Dat je dan met 1 ticket Curaçao voor een week en Suriname voor een week zou kunnen bezoeken. Maar nu is het inderdaad het eerste doel die we willen bereiken. Is om weer de aantal bezoekers vanuit Suriname naar Curaçao. Dat even te laten verhogen van ongeveer 6.000 à 8.000 toeristen dat je nou op jaarbasis hebt. Naar het oude niveau zeker van 20.000 Surinaamse bezoekers naar het eiland. Aldus Luello Grigori, secretaris-generaal van het ministerie van Economische Ontwikkeling van Curaçao. En daarvoor zag u Janine De Wind, marketingmanager van de Curaçao Toerisme Commissie. Ze spraken vanmorgen tijdens de lancering van de Global Branding van Curaçao. Door middel van de onthulling van een billboard aan de voet van de Weidenbosbrug.